1,1 miljard wordt er bezuinigd op de huishoudelijke zorg. Dat is ongeveer 3/4 van het totale budget wat er nu uitgegeven wordt. 58.000 mensen zullen hun baan verliezen. En voor 40.000 alverhulpen zal er geen werk meer zijn. En daarnaast honderdduizenden cliënten die zonder zorg zullen komen te zitten. Actie, 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 actie. Wie zijn de thuiszorg? De medewerkers die in de alfa of de pb-vorm worden gedrukt, verliezen vrijwel alle arbeidsvoorwaarden. Dat betekent dat ze moeten gaan werken voor bijna minimumloon en moeten zelf allerlei verzekeringen afsluiten en betalen. Dit is onze ogen gewoon een ordinaire loondump. Het is niet zomaar een budgetverandering, het is gewoon regelrecht een aanslag op de arbeidspositie van mensen. En dat vind ik echt grof. Het degradeert het werk van de mensen, wat veel meer is dan alleen maar schoonmaken. Ze denken van de regering, denken ze gewoon dat wij geen goed werk kunnen doen, dat we poetsers zijn. Wij letten ook op een potje pillen of ze die in hebben genomen, of ze dus niet verder nacht meer gaat dementeren. En dan koppelen wij dan terug naar de zorg van, je moet daar wel een beetje beter opletten, want die mevrouw doet dit. We zijn ook vertrouwenspersonen en ze vertellen je ook vaak dingen die een ander vaak niet eens weet. Dus ze nemen je zodanig in vertrouwen. Ze zijn elke week weer blij dat je weer bij ze komt. Dus dat moet zo blijven, dat we gewoon bij de mensen thuis kunnen komen. En dat doen die thuiszorghulpen, die doen wel wat meer dan poetsen alleen. Die signaleren, die observeren, die handelen. En dat valt dan weg. Met als gevolg dat mensen vereenzamen, vervuilen. Met alle gevolgen van dien. En ik word volgend jaar 50. En ik ben geestelijk nog heel jong. Maar lichamelijk ben ik eerder oud. En dus waar gaat dat heen, dames en heren? Werkelijk waar, ik weet het niet. Volgens mij moeten ze allemaal eerst even allemaal in de rolstoel komen te zitten. Vast binnen. En dat wil ik dan wel een buitje doen. Het niet meer omzien naar elkaar is het uithollen van onze samenleving. Het gaat om jullie werk. En we moeten pal staan voor jullie werk. Maar we mogen niet laten gebeuren dat onze samenleving wordt uitgehold. Dat die kil wordt. En dat we niet meer naar elkaar omkijken. Wat ik van cliënten hoor is dat toen ze om thuiszorg hebben gevraagd, moesten ze een behoorlijke drempel over. Eindelijk hebben ze het aanvaard. En wat ze nu zeggen is van, als ik de maatschappij tot last ben, dan vraag ik wel om euthanasie. En het werk dat jij en je collega's doen, het is superbelangrijk. Want dankzij dat werk kunnen mensen inderdaad, zoals die mevrouw, werken. Kunnen mensen zelfstandig wonen. Kunnen mensen thuis wonen en kunnen ze de eigen regie over hun leven voeren. Jullie zorgen voor de menselijke maat in de zorg. Dus het werk dat jullie in de thuiszorg doen is super belangrijk. Wij zijn binnen Meander met bijna 6.000 mensen, waarvan als alles doorgaat, ongeveer de helft op straat komt te staan. Oei. Dus wij zijn boos. En wij willen actie. Die kabinetsplannen die er nu liggen, houden in dat de huishoudelijke zorg vrijwel geheel zou worden afgeschaft. Dat mag niet gebeuren. Daarom staan we hier. Wie is de thuiszorg? Wij zijn de thuiszorg. Geweldige actie. Geweldig, ja. Heel veel opkomst. We zijn echt, het vuur begint echt te branden. Ja. En dit is een start. Dit is een begin. En we zullen hier verder mee moeten. Als we geen actie voeren, dan er staan er heel veel mensen op straat. Maar dan worden daar ook de zieke mensen die het niet kunnen betalen, worden daar ook echt dupe van. En dat is echt in en in triest. En meneer Rutte en Diederik Samson, besef wat je doet. Want wij gaan door met onze acties. Want wie is de thuiszorg?